DC-10, zoals die vandaag de dag bij een aantal luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld in gebruik is. En dit is de vliegtuigbouwer Douglas. De man aan wie een hele reeks succesvolle toestellen te danken is. Zoals de DC-2, die met Parmentier, Mol, Prins en Van Brugge voor de KLM legendarische faam verwierf in de grote Melbourne Race van 1934. Zijn opvolger was in 1935 de DC-3, maar daarover straks meer. Achtereenvolgens kwamen toen de DC-4, de DC-5 die nog op West-Indië heeft gevlogen, de DC-6 en de DC-7. De DC-8, de eerste straalvliegtuig van Douglas. Dan de DC-9 en tenslotte de DC-10, nu bij veel maatschappijen in gebruik. Een toestel volgestopt met een enorme hoeveelheid technologie. In vergelijking met de DC-10 doet een DC-3 bijna primitief aan. Trouwens, het verschil in afmetingen tussen DC-10 en DC-3 mag er ook zijn. Toch heeft de DC-3 gedurende lange jaren uitstekende diensten bewezen. En voor vliegers die beide toestellen hebben gevlogen, valt het verschil nog vaak uit in het voordeel van de DC-3. Well, I fly jets normally, and it's kind of regimented. You gotta follow the book so close, and in here, you know, it's just kind of a back in time type aviation. It's a challenge. It's very easy to fly a DC-10. It's like a light aircraft. You can do it with your fingertips and with a Dakota. It's a real struggle sometimes where you have to work hard. The modern airplanes are much easier for the pilot. Yes. With the tricycle landing gear, and much easier to land and much easier to maneuver on the ground. Once they get in the air, they all fly basically the same. And don't you think with the modern equipment, it's much more reliable? I don't think they've probably ever built an airplane much more reliable than Dakota. Geen wonder dat die geweldige DC-3 Dakota, ook al is hij al 50 jaar oud, de harten van velen sneller doet kloppen. Voorzitter van de DDA, Anne-Cor Groeneveld, is een moderne verkeersvlieger. Net als de vicevoorzitter Gerrit van Gelder. Toen bleek dat er nog een authentieke DC-3, bouwjaar 1943, te koop was, hebben ze zich gehaast om die voor hun Dutch Dakota Association te verwerven. Dat was in het winterse Helsinki, waar de DC-3, of eigenlijk het militaire type, de C-47... eigendom was geweest van de Finse luchtmacht. In oktober 83 werd het contract voor een volledige overhaul getekend met de directeur van Car Air, een dochtermaatschappij van Finnair. En daar stond hij dan, doelloos in zijn hangar, wachtend op nuttiger, of in ieder geval aangenamer tijden. Want wat kan voor een vliegtuig nou vervelender zijn dan geen vleugels te hebben?
afleveringsbeurt om wat de alle voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden. Tot en met de controle en zo nodig vervanging van het kleinste, maar niettemin uiterst belangrijke schroefje. Om nog maar te zwijgen van zoiets essentieels als het richtingroer. Intussen krijgen op de DDA thuisbasis, het oude Schiphol Oost, al die ervaren straalvliegers een gedegen DC-3-opleiding. Belangrijk is bijvoorbeeld het druksysteem dat het vaanstanden van de propellers moet regelen. Loop de toeren dan van de motor op, gaan die vliegenwichten uit elkaar tegen deze veerspanning in. Die pilot zelf gaat omhoog. De olieonderdruk van de governor komt hier doorheen langs de blauwe vat, kan daar langs passeren, daar doorheen, komt achter de zuiger. Die zuiger wordt naar voren gedrukt. Die rollen gaan door die schuine vaste leibaan. Toen in zijn Finse hangar het toestel van top tot teen en van kop tot staart was gecontroleerd en opgekalevaterd. En niet te vergeten, nu dan eindelijk compleet met vleugels, kon het april 84 weer met fatsoen in het daglicht verschijnen. Het officiële afscheid van Finland had plaats in aanwezigheid van de DDA-voorzitter, uiteraard. En van een vrolijke paashaas die Finnair de Dutch Dakota Association meegaf bij wijze van mascotte. Bart Bakker was als bevoegde DC-3-vlieger captain op die eerste vlucht. Oké, grote vriend. Voor je vlucht. Nou, we moeten hem heel houden. Wees er zuinig op, jongens. En we hebben het wel voor elkaar. Hè? Ja. Dag Tanneke. Dag aan het koor. Goeie vlucht. Tot morgen. Tot morgen. Hey, zie je wel, ik ga mezelf zeggen. Goeie vlucht. Tot ziens, hè. Ja, okay. Alle beste. En zuinig op de machine. Ja, wat dacht je? Oké. Oké, al de best. En zo ging het dan huiswaarts over de uitgestrekte, in april nog altijd wat winterse Finse meren. Delta. Delta, Alpha, go ahead. Papa Hotel, Delta. In de buurt van Pampus werd de PHDDA in het nieuwe vaderland ontvangen door het Fokker 4 demonstratieteam en een Harvard. Intussen verwachten op Schiphol vol ongeduld honderden DDA-enthousiastelingen hun Dakota, die op dat moment trouwens al boven het ei vloog. Daar is hij dan, geflankeerd door een feestelijk escorte, de PHDDA.
De minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw Smit-Kroes, was een van de eerste om te komen gelukwensen. Met onder de arm de vliegconcessie van de Rijksluchtvaartdienst. Omdat het om een historisch toestel ging, was het document uitgevoerd als een concessie zoals die werd verleend in 1936. Inmiddels was er ook gezocht naar bedrijven die bereid waren bij te dragen in de kosten. Het tekenen van een meerjarencontract met een sponsor was dan ook van bijzondere betekenis. Want alleen het bezit van zo'n vliegtuig kost al het een en ander, laat staan om er dan ook nog mee te kunnen vliegen. Onderhoud en herstelwerk worden dan wel uitgevoerd door DDA-vrijwilligers. Maar er blijven natuurlijk altijd zaken als brandstof, luchthavenrechten enzovoort enzovoort. Iedereen doet zijn werk met groot enthousiasme en met vakkennis. De stewardessen hebben een volledige opleiding gehad, compleet met het officiële diploma, erkend door de Rijksluchtvaartdienst. Het is dan ook met gepaste trots dat ze hier hun speciaal voor DDA ontworpen uniforms presenteren. U ziet, ze zien er keurig uit. Net als de servicewagen van DDA's eigen technische dienst, met uiteraard het DDA-embleem. Ook het toestel zelf kreeg geheel volgens de voorschriften nog een complete onderhoudsbeurt. Zo werden de propellerbladen bijvoorbeeld nauwkeurig gecontroleerd op eventuele haarscheurtjes. Je kunt met zo'n vliegtuig op leeftijd niet zorgvuldig genoeg zijn. Zo'n beurt is trouwens een schitterende gelegenheid voor kennisoverdracht van de oudere werktuigkundigen aan de voornamelijk jongere medewerkers van de technische dienst. Voor 80.000 belangstellenden vond op het vliegveld Hilversum de eerste feestelijke presentatie plaats. Op het vliegfeest was ook de Dutch Dakota Association met een promotiestand aanwezig. En uiteraard met de PHDDA zelf. Bij alle mogelijke gelegenheden en in allerlei operationele functies treedt de Nederlandse DC-3 Dakota voor het publiek op. Bijvoorbeeld als droppingtoestel voor parachutespringen. De DC-3 werd daarvoor zeker niet voor de eerste keer gebruikt. Onder zijn militaire aanduiding C-47 kan de Dakota voor de jaren 39 tot 45 bogen op een roemrucht oorlogsverleden, zowel in het Westen als in de strijd tegen Japan. Deze demonstratie was een speciaal evenement ter herdenking van de Slag om Arnhem en het aandeel daarin van de paratroopers. Thank you.
Ja, het was daar in Arnhem een alleszins succesvolle dag voor de parachutisten. En zeker ook voor de PHDDA. In totaal zijn niet minder dan 13.641 DC-3's gebouwd. Zelfs nu worden met de DC-3 nog geregelde diensten onderhouden. In luchtvaartkringen is een betrouwbaarheid dan ook spreekwoordelijk. Max van Oert is oud DC-3-piloot. Tot voor kort vloog hij de DC-10. Well, of course, the time was ripe and in favor of the development of the Dakota. It was there when the war broke out, and it was a reliable workhorse. The design of the Dakota, of course, was excellent. In those years, it really indicated the future. If you see the fuselages of the modern aircraft, they are not so different from Dakota principle. And the Dakota is like a good pilot should be. There's nothing special about it. It's not very sophisticated. Pilots shouldn't be too intelligent and not too fast, not too slow. It can't land on very short runways. It doesn't need very long runways. It's just the average, the ideal average, which, as I said again, the pilot should also be nothing special, but the good, reliable average thing. And that's, I think, why it has become so popular. Geen wonder dat er nu nog zoveel enthousiaste DC-3-hobbyisten rondlopen. Wat zeg ik? Rondvliegen. Dit jaar was het 50 jaar geleden dat de eerste DC-3 in gebruik werd genomen. Een prachtige gelegenheid voor de Dutch Dakota Association om op 6 juli op vliegveld Eindhoven een groots DC-3-festijn te organiseren, waar trotse Dakota-bezitters uit de hele wereld aan deelnamen. Een dag voor het feest kwamen ze aan op Schiphol. Niet alleen Dakota's trouwens, maar ook andere toestellen, zoals bijvoorbeeld de Convair, de Harvard, de B-17 en uit Ierland ook een Junkers. Inmiddels werd vliegveld Eindhoven in gereedheid gebracht om het internationale gezelschap te ontvangen. Er was voor deze gelegenheid zelfs een speciaal DDA-bier gebrouwen. In totaal 100.000 blikken Dakota-pils. Proost. De vroege ochtend van de 16 juli 1985. Een Zweedse DC-3-vlieger wordt geïnstrueerd voor de vlucht naar Eindhoven. Een soort navigatierally met een heel puntensysteem en prijzen voor de meest efficiënte vlucht, de snelste vlucht, de beste landing, enzovoort, enzovoort. De deelnemers kregen kaarten van Nederland natuurlijk, foto's van visuele herkenningspunten, maar voor de rest moesten ze dan zelf maar uitzoeken. Intussen starten 30 leden van het Fokker-wielerteam voor een Dakota-tour van Amsterdam naar Eindhoven.
Ze zouden daar natuurlijk wel wat later aankomen dan de vliegtuigen, al zetten die pas een uur daarna koers naar Eindhoven. U ziet trouwens, het was die morgen nou niet zo bijster goed vliegweer. De navigatiewedstrijd was alleen voor de Dakota's. De andere gasten konden er niet aan meedoen, omdat hun toestellen qua gewicht en apparatuur bijvoorbeeld nou eenmaal geen vergelijkbare handicap hadden. Zoals bijvoorbeeld deze Noorse Harvard van de Warbirds of Norway. Al maakte die wel dankbaar gebruik van de koers die de DC-3's kozen. Voor de buitenlandse deelnemers was zo'n vlucht over het molenrijke Kinderdijk natuurlijk een extra Hollandse tractatie. De eersten die in Eindhoven landden waren de wat moderner uitgeruste toestellen zoals deze Convair 440 van de Noorse Metropolitan Club. Dit is de driemotorige Junkers 52, tijdens de Tweede Wereldoorlog de Duitse tegenhanger van de Dakota. De DC-3 van Air Atlantique, een Engelse rondvluchtmaatschappij, kwam rechtstreeks uit Engeland en had dus niet kunnen deelnemen aan de navigatierally. Hij droeg wel met trots een feestdecoratie voor het gedenkwaardige jubileum. En daarna konden de aanwezigen de rally-deelnemers één voor één op Eindhoven zien landen. Als eerste een DC-3 van de Zweedse Flygande Veteraner. Tweede was de Marine Dakota van de Confederate Air Force, een club van militaire vliegers uit de Verenigde Staten, uit Texas om precies te zijn, compleet met feestelijk uitgestoken vlaggen. Onder de marshallers van DDA zijn niet minder dan 8 vrouwen. Met voorbeeldig gemak wordt de Dakota van het Engelse Air Luton naar zijn plaats op het platform gedirigeerd. En hier is dan de BHDDA, als laatste van Schiphol vertrokken en als Nederlands deelnemer natuurlijk uitgestoten van mededinging. Maar met de DDA-vlag triomfantelijk in top.
De B-17, het vermaarde vliegende fort, was rechtstreeks uit Engeland gekomen. De B-17 viert dit jaar trouwens ook zijn 50-jarig bestaan. Ten slotte arriveerde de DC-3 van de Hibernian Dakota Flight uit Ierland. Het feest werd muzikaal opgeluisterd door de drums en doedelzakken van de Amsterdamse Boys Brigade. Fokker-voer-demonstratieteam gaf acte de présence op Eindhoven met een paar spectaculaire luchtcapriolen. En ook de B-17 start zijn motoren op voor een demonstratievlucht. Bij al het motorisch geweld van deze dag kan het feestvarken, de DC-3, natuurlijk niet achterblijven. Alle aanwezige Dakota's bereiden zich voor op een gezamenlijke en bijzonder indrukwekkende vliegdemonstratie. Thank you.
En behalve deze wat onfortuinlijk neergekomen para, was er die dag nog wel wat meer te zien. Zoals bijvoorbeeld de binnenkomst van het Fokker-wielerteam. De verschillende vliegtuigen konden natuurlijk door de bezoekers van alle kanten worden bekeken. En dan was er een demonstratie van Keep Them Rolling, een club die veteranen onder de lege voertuigen verzamelt. Ondanks de wat sombere ochtend was het feest in Eindhoven in ieder geval bijzonder geslaagd te noemen. Een dag of wat later werd ook in Engeland het gouden jubileum van de DC-3 gevierd. En onze eigen PHDDA kreeg daar van de jury prijzen voor de mooiste en best onderhouden DC-3 Dakota. Koning Hussein van Jordanië was er om de DDA-voorzitter, bemanning en technische dienst met hun succes te feliciteren. Bij terugkomst uit Engeland konden de trofeeën met trots worden getoond. Prijswinnaar viel de Dutch Dakota Association een aantal uitnodigingen ten deel voor vliegfeesten elders in Europa. Zo konden eind augustus een aantal DDA-leden een luchtvaartevenement in het Zwitserse Bij meemaken. Hier zijn ze trouwens nog in eigen land. U ziet, ze zitten hier boven het imposante kasteel Haarzuilens. De meeste DDA-leden zijn natuurlijk bijzonder geïnteresseerde amateurs. In de positieve zin van het woord, echte liefhebbers. En ook al zijn ze passagier, zo'n navigatieprocedure maken ze graag mee. Alsjeblieft, Zwitserland. Het van Bij zelf is voor een DC-3 praktisch onbereikbaar. Toch wordt er op weg naar het vliegveld Sion, tussen de bergruggen door, bij wijze van groet nog wel even een low pass uitgevoerd. Gaan we in de linkere bocht overheen, Gerrit. Tommy, 651. Pour le 50e anniversaire de Dakota, le DC-3. Alors, seulement 2 francs, madame. De volgende dag stond in Bij het gouden DC-3 jubileum midden in de belangstelling. Even later
verscheen de PHDDA om voor de duizenden belangstellenden een fraaie demonstratie ten beste te geven. Ja, dat komt mooi door. Ik moet door de centerlijn heen komen. Ja, dat gaat prima zo. Al kan er niet worden geland, voor de liefhebbers, en die waren genoeg, is het des te opwindender. Zo'n touch and go, zoals dat heet. Ja, strottels. Ja, on baisse la puissance des moteurs. Les flaps, les volets sont dehors. 40 inch. 45 inch. Formidabel. Ja, dat is het zeker. En voor de vliegers minstens zo opwindend als voor de toeschouwers. PHDDA is een van de meer dan 13.000 Dakota's die zijn gebouwd. 50 jaar na de eerste DC-3 vierde de Dutch Dakota Association een grandioos feest. Het vuurwerk in Eindhoven eerde een vliegtuig dat luchtvaartgeschiedenis heeft gemaakt. In de oorlog zelfs wereldgeschiedenis.